Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland, Achter de Hockey. Mijn naam is Mike Hooiveld en naast mij zit Erik Middelkoop. Tegenover ons zit Jeffrey de Zwaar nog steeds. Tweede deel van de podcast, voorbeschouwing. Naar het toernooi waar jij gaat spelen, de World Grand Prix. Kijk je er erg naar uit? Ik kijk er zeker naar uit, ja, inderdaad. Ja. Het is een leuk toernooi. Het is ook een toernooi waar heel veel verrassingen gaan voorplanten. Dus ja, ik kijk er zeker naar uit, ja. Nou, even kort doornemen, de mannen die veel te verdedigen hebben. Ja, Keurny sowieso als winnaar natuurlijk. Maar eigenlijk, ik denk twee andere namen die het misschien wel harder nodig hebben. John Henderson en Simon Whitlock. Henderson verdedigt een halve finale. Dus het jaar dat hij pijltjesdag voor de Nederlanders was dat. Van Gerwen eruit door Henderson en Van Barneveld. Die daarna eigenlijk weer liet horen dat hij eigenlijk wel wou stoppen. En het interview staat maar nog vrij helder nabij. Ja, en Whitlock. Hele jaar heel wisselvallig. Verdedigt hier een finale plaats. Je verwachting daarvan, van Whitlock. Wat kan die in dit toernooi? Ja, Whitlock heeft inderdaad toch een beetje een wat moeilijker jaar. En nou goed, hij heeft hier 45.000 pond inderdaad te verdedigen. Gaat hij die finale niet halen, dan gaat hij daarmee wel wat zakken. Maar dat valt in principe nog mee. Volgend jaar gaat dat wel anders zijn. Ja, Whitlock heeft natuurlijk al vaker een dippie gehad. En ineens dan staat hij er ook weer. Ja, ik ga Whitlock niet afschrijven. Het zal mij niet verbazen als hij zometeen toch gewoon weer een heel goed toernooi gooit. Ja, en wat dan te verwachten van Daryl Gurney? De man die altijd twijfelachtig is op majors. De ene keer, ja, of hij wint of hij vliegt er snel uit. Is een beetje het idee. Of hij, ja, een matchplay was dan even een uitzondering. Maar of hij gaat er meestal vrij snel uit als hij niet wint. Komt 2-3 rondjes door en dan is het meestal wel klaar met Daryl Gurney. Ja, nou goed, ook Daryl Gurney zal natuurlijk hele goede herinneringen hebben aan Dublin. En heeft dit jaar ook gewoon weer toernooien gewonnen. Ik denk dat het toernooi gewoon heel erg open is. Waar voorheen het voorjaar gedomineerd werd vaak door één of twee spelers, hebben we dit jaar toch een beetje anders gezien. Ik vind het moeilijk om dan nu ook één of twee favorieten aan te wijzen. Ik denk dat het aantal favorieten, dat het er gewoon echt wel, misschien wel gewoon een stuk of 10 zijn. Ja, en Gurney is er daar heus ook nog wel eentje van. Maar net wat Jeffrey zegt, World Grand Prix, toernooi van de verrassingen, dubbel in, dubbel uit, kort format, eerste ronde. Ja, hij kan er ook zomaar uitgaan. Ja, hij kan er zeker zomaar uitgaan. Ja, en dat kan ook zomaar zijn tegen Jeffrey de Zwaan in de eerste ronde. Het kan zomaar, kijk, de loting moet nog gebeuren, maar ja, wie weet. Even voor de duidelijkheid, we zitten voor de loting, omdat het schema gewoon het niet toelaat om een speler te treffen na Gibraltar. Zeker niet de spelers die naar de World Grand Prix gaan. Dus we zitten voor de loting helaas, is niet anders. Dus dat we daar even rekening mee houden, dat luisteraars ook weten dat de loting nog niet geweest is. Sujovic, halve finalist. Ja, verdedigen, niet echt. Heeft genoeg ponden te staan om niet te veel te zakken. Gaat er ook niet vanuit dat hij er vrij snel uitgaat. Zeker na afgelopen weekend niet. Ja, moeilijk te voorspellen, maar ik ga ervan uit dat Sujovic gewoon weer heel solide voor de dag gaat komen. En dan is hij nou eenmaal moeilijk te verslaan. Let trouwens wel even op, ook Benito heeft natuurlijk 15.000 pond nog wel staan. Die is dit jaar niet gekwalificeerd uiteraard. Dat gaat er wel ook vanaf. Datzelfde geldt voor Thornton en Van Barneveld. Ja, zo zie je maar dat er in 2 jaar tijd wat er wel niet kan veranderen als je dat even op een rijtje zet. Zal dat voor Van Barneveld nog heel veel gaan veranderen? Kijk, hij is zeker van het WK. Het hangt er alleen nog vanaf of het eerste of tweede ronde wordt. Kijk, Grand Slam Qualifier moet uiteraard nog gespeeld worden. Mits hij finale haalt op de World Series Finals, hoeft hij niet te spelen, is hij wel geplaatst van Grand Slam. Maar zoals het er nu naar uitziet, gewoon eerste ronde voor Van Barneveld op het WK. En er zitten een paar verraderlijke namen in. Ik denk dat Jeffrey de hoop van die namen wel eens een keer is tegengekomen. Remo zelf ook natuurlijk, maar Jeffrey is natuurlijk nog wat jonger. Zijn die namen echt zo gevaarlijk? Zeker eerste ronde WK. Zeker. En kijk, het is natuurlijk een kort format, hè, de eerste ronde. Het is natuurlijk een best of 5 sets. En ja, sowieso in sets kan zoveel dingen gebeuren. En ja, als je misschien een keer een mindere dag hebt, en precies op het WK, ja, dan gaat hij gewoon zitten. Ja, als we kijken naar de Nederlanders die naar dit toernooi gaan. We gaan even één voor één overlopen. Nou, de Zwaan, die pakken we constant mee natuurlijk. Van Gerwen verdedigt een eerste ronde plaats. Nou ja, dat moet zeker beter kunnen. Ja, nou, verdedigen, daar zal Van Gerwen niet echt mee bezig zijn. Volgens mij kan hij een jaar vrij nemen en dan staat hij nog nummer 1 van de wereld. Maar goed, wat natuurlijk wel iets anders is. Ja, hij zal het zelf nooit toegeven dat hij twijfelt aan zichzelf. En misschien doet hij het ook wel gewoon echt niet. Maar ja, ik vind toch dat Van Gerwen minder dominant is dan de voorgaande jaren. En het
winstpercentage voor Vergerwe, wat ik hem als kansen geef om deze World Grand Prix te winnen. Ja, hij is misschien nog wel de grootste favoriet, maar het verschil met de rest is echt kleiner. Ik vind het echt een open toernooi van tevoren. Ja, ik denk dat Van Gerwe inderdaad wel de grote favoriet is, maar ik denk dat het 50-50 is, want hij kan ook zomaar eerste ronde gaan zitten. Kijk, als je ziet welke mannen ze kunnen loten in de eerste ronde, buiten een Jeffrey die bewezen heeft dat hij een uitschieter kan halen, kan een Vincent van der Voort dat, maar een Dimitri van den Berg, Adrian Lewis, Dave Chisnell, Espinol, Whitlock. Ja, de eerste ronde zit. Oh, de eerste ronde kan vol met verrassingen zitten. Want je hebt maar 8 geplaatste namen. En eigenlijk zijn de namen tegen wie die moeten eigenlijk nog spannender. Nou ja, kijk, weet je wat het denk ik is met Vergerwe? Natuurlijk, als het loopt, dan loopt het bij Vergerwe. En dan groeit het vertrouwen snel genoeg in zo'n wedstrijd. En dan is die gewoon ontzettend moeilijk te verslaan. Maar het probleem is, wat gaat er gebeuren als je toch even onder druk komt te staan? En je tegenstander heeft je in een hoek waar je eigenlijk liever niet wil zitten. Heb je dan ook nog het vertrouwen om die wedstrijd met de turbo erop weer om te draaien? Ja, of mis je het op dat moment dan net? En we hebben dit jaar al heel vaak gezien bij Van Gerwen dat het dan toch eraan ontbreekt om die turbo eroverheen te gooien. Ja, doe je dat op de World Grand Prix weer niet, dan kan je er gewoon tegen iedereen kan je eraf. Ja, zeker. En je ziet ook een hoop namen ertussen zitten. Nou, Jeffrey is een van die namen. Hetzelfde geldt voor Keegan Brown. Die heeft Michael ook dit jaar verbaasd. Dat was een vrij verbazende wedstrijd dat hij won met 6-5 van Gerwen op de Eurotour. En zo zitten er denk ik toch nog wel een paar namen tussen. Een Sujovic, een Espinol. Ja. Hij moet echt wel geluk hebben met de loting eerste ronde. Om er weer een beetje makkelijk doorheen te fietsen wat hij een paar jaar terug deed. Nou, kijk, weet je wat ook opvallend is? Is dat natuurlijk als je het deelnemersveld van de matchplay nu gaat vergelijken met de Grand Prix. Dan zit daar maar 1 wijziging in. Van den Berg, Dimitri, die zitten nu bij in plaats van Darren Webster. Ik denk dat je ook wel kan zeggen dat dit de 32 sterkste namen zijn van dit moment. Ja, en ik denk dat we Van Gerwen dan redelijk besproken hebben. Dan gaan we naar de volgende, dat is Jermaine Wattimena. Dan is eigenlijk de eerste vraag, gaat hij verder komen dan een eerste ronde? Als hij zijn dag hebt, kan het zeker. We moeten natuurlijk wel concluderen dat de dubbels bij Wattimena niet altijd zijn sterkste punt zijn. Opent hij snel, is hij snel weg. Zie je hem dan maar weer eens in te halen. Wat zal het wezen als Wattimena tegen Ricky Evans moet spelen? Dan hebben we een snelle partij, kan ik je vertellen. Dat zal een hele snelle partij worden. Wat is de verwachting van Wattimena? Waar kunnen we op hopen? Wat zal nou echt zijn? Ik tevreden met een eerste ronde eruit is hij zeker niet. Maar waar? Als je Jermaine Wattimena bent, het is niet je eerste tv-toernooi waar je aan de start staat. Dus natuurlijk wil je de eerste ronde voorbij komen en wil je meer dan dat. Deelnemen alleen zal niet meer genoeg zijn voor hem. Maar ja, in dit deelnemersveld moet je toch ook concluderen dat het ontzettend dicht bij elkaar ligt. En dat ook Wattimena heel veel moeite zal hebben om daar doorheen te komen. Ik denk dat je toch realistisch ook moet zijn als hij hier 1 of 2 rondes weet te overleven. Dan hebt hij het gewoon goed gedaan. Ik zal het wel heel knap vinden als je 1 ronde verder komt. Aangezien hij erg veel moeite vertoont op majors. Hij gaat er vaak hard af op majors. Dat is op die keer tegen Gary Anderson na dan. Daar had hij echt kans om te winnen. Ik denk al dat hij die wedstrijd andersom gedraaid. Ik denk dat we dan nu in een hele andere situatie met Jermaine Wattimena hadden gestaan. Zeker weten. En ik denk ook meer dat het hij een beetje te veel druk voelt. En dat hij misschien, als hij op het podium staat, een soort van een beetje onzeker lijkt. Ja, dat oogt hij inderdaad wel af en toe. Veel bevestiging zoeken naar zijn eigen entourage. Heel veel kijken. Juichen, je ziet eigenlijk een beetje de stress van zich afjuichen. Heel echt, die entourage is zo belangrijk voor hem. Hij is eigenlijk meer tegen zijn entourage aan het darten dan tegen zijn tegenstander. Ja, dat is natuurlijk wel een beeld dat we van Wattimena op tv heel erg kennen. Aan de andere kant moet je toch ook wel zeggen dat zijn groei nog steeds aan het doorzetten is. Waar gaat het plafond dan uiteindelijk liggen, is misschien moeilijk aan te geven. Persoonlijk denk ik dat er niet nog, dat er nog twee scheppen bovenop gaan. Maar als hij het niveau en zijn prestaties van de vloer nog door weet te trekken, waarom zou hij niet op de World Grand Prix een kwartfinale kunnen halen? Is er de komende toernooien niet voor Jermaine een beetje erop of eronder voor op tv? Hij heeft natuurlijk al best wel wat ervaring. Echt wel wat mee is mogen gooien buiten de UK Open dan, waar hij zich echt voor geplaatst heeft. Is het niet een beetje voor Jermaine, het moet er een keer aankomen? Kijk, jij hebt dan, geluk wil ik niet zeggen, je hebt het echt bewezen dat een van je eerste majors, meteen Van Gerwen eruit geknikkerd. En dat geeft je natuurlijk een vertrouwen op een podium, wat Jermaine niet heeft. Die gaat er steeds maar af, steeds maar af. Zeker, en ik denk dat het ook een kwestie van tijd is en ervaring. Dat is het enige wat ik Jermaine mee kan geven. Ja, het is misschien raar, maar ervaring. Opdoen op het podium en zoveel mogelijk majors zien te gooien.
Ben je blij met Jermaine Wathimena? In de zin van Raymond van Barneveld, zijn afscheid komt eraan. Ja, laat toch een leegte achter. Als je dan gaat kijken wie er achter Van Gerwen aan zit te komen, nou, dan kijk je toch eerst naar jou en naar Jermaine. Is het dan prettig dat je die druk een beetje kan verdelen? Jazeker. Kijk, en je weet ook gewoon waar je tegenop moet boksen. Kijk, Jermaine staat nu nog boven mij. Maar ja, ik ben wel bezig om eventueel Jermaine te zien in te halen. Is het een doel voor jou om nummer 2 van Nederland te worden? Oh ja, zeker. Ja, en eventueel Michael nog inhalen. Maar ja, dat is iets lastiger. Maar goed, die droom heb ik zeer zeker. Zie je jezelf op de plek van Barneveld gaan staan? Achter Van Gerwen? Op de World Cup bijvoorbeeld, dat je echt de man bent naast Michael? Is een lastige vraag. Kijk, Jermaine is er natuurlijk ook. Hè, dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja, ik vind het moeilijk. Kijk, ik denk als je het aan het Nederlands publiek vraagt, dat ze ja, misschien liever zien staan of in plaats van Jermaine. Maar ja, de andere kant, ze willen ook liever Jermaine zien in plaats van mij. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag. Ja, dat is misschien ook niet aan jou om daarover te oordelen. Ik moet wel zeggen, als ik naar de afgelopen World Cup keek, vraag ik mij af in hoeverre Van Gerwen en Wathimena helemaal op één lijn liggen. Nee, nu je daarover hebt. We hebben natuurlijk Van Gerwen daar heel kort over gesproken in Zwolle. Was er heel kort af over. Net of hij een soort van teleurgesteld was dat hij niet met Raymond heen mocht. Zo kwam het in ieder geval op mij over, hoe je erover praatte. En dan zie ik ze vervolgens bij RTL 7 staan. En dan zie ik wat die mensen ineens zeggen. We gaan ze slopen, dit en dat. Ik zie hem helemaal uit zijn comfortzone staan. En ik zie Michael eigenlijk een beetje staan van ja. Ja, leuk. Ja, leuk dat dit het was. Ja, ik had inderdaad daar wel het idee dat de chemie een beetje ontbrak. Voor zover wij als buitenstaanders daar nou echt over kunnen oordelen. Het is misschien ook logisch als je jaren gewend bent om met Van Barneveld te spelen. Dat überhaupt een andere koppelpartner naast je te hebben. Aan de andere kant denk ik wel dat hoe moet je dat zeggen? Speelstijl, dynamiek wat je uitstraalt op een podium. Dat jij, Jeffrey, daar Van Gerwen beter bij past als een Wathimena. Ja, dat zou best kunnen. Kijk, en we hebben het al net over Jermaine gehad. Ja, het lijkt een beetje onrustig op het podium. Misschien dat misschien daarom een soort van niet klikt. Dat kan. Je zag in Wathimena ook een paar keer echt juichen. Dat je Van Gerwen echt zo zag staan van ja, dit hoeft niet, weet je wel. Je pakt maar een leg. Dit is niet eens de titel. Kijk, en wat je bij Van Barneveld heel erg zag, dat hij, zeker als hij mentaal goed is, want dat speelt een hele grote rol. Daar speelt Michael, denk ik, op de World Cup zeker een hele grote rol in. Dat vuistje even van, kom op, weet je wel. Als Raymond bijvoorbeeld 60 gooit, Michael meteen, die staat daarna met boxie klaar. Kom op, ik pak hem wel. Gewoon het vertrouwen hebben. Kijk, Michael kan absoluut het vertrouwen geven. Ik zet hem nu weg op dubbel 18. Raymond gooit hem toch wel uit. En omdat Van Gerwen dat vertrouwen uitstraalde naar Raymond, kon Raymond die dubbel 18 uitgooien. En dat is wat hij zeker nu op de vloer ook tekort komt. Dat schep je vertrouwen. En dat zag je met Wathimena, zag je dat absoluut niet. Wathimena loopt terug. We moeten een box geven, achter het podium staan. Oh, dan moet ik lang wachten. Nou ja, wat ik treffend vond is dat, ik weet eerlijk gezegd niet meer welke koppelpartij het was. Maar dat Wathimena uiteindelijk de laatste dubbel erin gooit. Maar eerst gaat juichen met zijn kamp aan de zijkant. En daarna pas naar Van Gerwen gaat. Dat is voor mij een teken, dat klopt volgens mij niet op die manier. Aan de andere kant vind ik ook weer dat je heel reëel moet zijn. Ik bedoel, Wathimena heeft die plek daar gewoon verdiend. Omdat hij de beste was op de Order of Merit na Van Gerwen. Ja, dan verdien je het gewoon om daar te staan. Ik denk dat je hier nog een hele lange discussie over kan voeren. Zeker omdat het echt een winning team was, die twee. Die discussie sluiten we. Die gaan we volgend jaar weer openen. Dan zonder Raymond, maar met Jeffrey hopelijk. Hopelijk wel. Gaan nu weer terug naar de World Grand Prix. Breng ons bij de volgende Nederlander. Een Vries, Danny Noppert, stille jongen. Ja, dat is helaas iemand die bij de podcast niet zo snel zal aansluiten. Dat is minder zijn ding. Maar darten kan die wel. Hij is natuurlijk pas in zijn tweede jaar bij de PDC. Hoe ver die gekomen is, is denk ik al heel ontzettend knap. Maar toch heb je allemaal het gevoel dat je wel een beetje aan het wachten bent dat hij op tv ook wat meer gaat laten zien. Nou, wat je op tv vooral ziet, ik denk dat Jeffrey dat ook al kan bevestigen. Net als Wathimena, nog niet de stap op tv gemaakt. Nou is Noppert nu niet zo lang bezig. Maar ja, hij heeft wel tv-ervaring bij de BDO. Final Darts Masters heeft hij bijvoorbeeld gewonnen. Je ziet toch dat zo'n jongen het dan wel moeilijk heeft binnen de PDC. En dat wat je bij bijvoorbeeld een Glenn Dunnett niet hebt. Die stapt het podium op tv-toernooien en die heeft dat niet. Dus, en daarom is het misschien ook wel een beetje wachten op Noppert. Wanneer komt het? Nou, dat zeg jij heel goed. Aan de andere kant vind ik het ook wel heel typerend om dan dus eigenlijk daarmee aan te geven hoe goed Glenn Durrant wel niet is.
Want als je ook naar Mark McGeaney kijkt, toch ook niet de minste naam, maakt tegelijkertijd de overstap. Ja, die heeft toch veel meer moeite om aan te haken. Jamie Hughes, die is natuurlijk 1 jaar eerder al ingestroomd. Tenminste, die heeft Challenge Tour 1 jaar gegooid. Hij wint die Eurotour, heeft hij natuurlijk ook goed gedaan. Maar ook hij heeft echt wel meer moeite dan een Durrant heeft. En dan als we naar Danny Noppert kijken, ja, hij doet het goed. Maar ik denk dat hij nog steeds niet helemaal open is. Ik denk dat hij zich druk maakt op het podium, terwijl hij eigenlijk heel nuchter is. Eigenlijk alles wat hij op de vloer wel doet, lijkt hij op tv niet te doen. Zenuwachtig ineens, terwijl het eigenlijk volgens mij een heel nuchtere jongen is. Kijk, Friese zijn misschien wel wat steug, maar ze zijn wel heel nuchter, voelen weinig spanning. En eigenlijk alles wat hij is zichzelf niet op tv, lijkt het wel. Dat hebben we ook al een paar keer op de Grand Slam van hem gezien. Ik weet niet wat Jeffrey daarvan vindt. Nou, het kan zijn dat hij zich misschien niet op zijn gemak voelt op het podium. Of althans nog niet, laat ik zo zeggen. Nou ja, misschien moet hij daar misschien een beetje aan gaan werken. En dat hij zichzelf kan zijn op het podium. En dat hij zichzelf gevonden heeft op het podium. En ja, misschien gaat het dan wel beter. We hebben voordat we weer begonnen even gehad over welke mensen, welke darters jij onder andere meereist naar de evenementen toe. Dat er ook een beetje kliekjes en groepjes vormen. Wat denk ik logisch is als je elkaar week in, week uit in het weekend ziet. Is Noppert die ook iemand meetrekt met de groep Nederlanders? Of is hij toch meer op zichzelf? Nou, Noppert trekt ook wel met de Nederlanders mee. Kijk, we staan vaak met Nederlanders onder elkaar samen een beetje in te gooien. Nou, daar heb ik een beetje een praatje en doen. Dus Noppert wordt er ook gewoon bij, hoor, natuurlijk. Heb jij dan ook het gevoel dat hij nu bij de PDC inmiddels wel helemaal op zijn gemak is? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Kijk, hij doet op de vloer, doet hij natuurlijk gewoon goed. Ja, het is gewoon een kwestie van tijd dat hij het ook op tv gaat doen. Hoe schat jij zijn kansen in voor in Dublin? Dublin, dubbel uit. Is dat iets wat voor Noppert misschien juist wel extra ligt? Of? Nou ja, vorig jaar heeft hij natuurlijk ook daar gestaan. Toen ging hij onderuit tegen Garen Price. Waar hij niet zo blij mee was, hoorde ik achteraf. Maar goed, wat zijn zijn kansen? Ja, als hij gewoon zijn spel van de vloer naar het podium haalt, ja, dan schat ik hem ook nog wel redelijk hoog in. Jij zegt nu Garen Price. Vorige afgelopen vrijdag ben jij daar ook in de podcast op teruggekomen. Wat vind je daar nou van? Noppert klaagt daarover. Maar ik vind eigenlijk op het punt dat je het podium opstapt en je speelt tegen Garen Price, dan weet je toch dat je dat kan verwachten. Dus hij zegt daarna, ja, ik weet niet dat je eerlijk kan winnen en een praatje. Maar je weet toch als je het podium opstapt tegen een Sujovic, tegen een Price, tegen een Lewis, je weet toch wat je kan verwachten? Inderdaad, je weet wat je kan verwachten, je weet wat ze doen. Dus ja, dan moet je inderdaad gewoon op voorbereiden. En een heel makkelijk voorbeeld was voor mij de World Matchplay tegen Adrian Lewis. Je weet gewoon wat je kan verwachten en daar moet je gewoon op inspelen. Ja, dan hebben we Noppert denk ik wel behandeld. Ik denk dat hetzelfde geldt als voor Jermaine. Als hij een rondje doorkomt, zal het al wel redelijk geslaagd zijn. Sorry. Dan gaan we naar de andere Nederlander die naast Van Gerwen en De Zwaan denk ik toch wel het meeste kans heeft om ver te komen. Vincent van der Voort. Ja, Vincent van der Voort. Ten eerste hartstikke leuk dat hij er weer bij is. En dat hij op de, met name via zijn halve finale op de Eurotour zich in één klap daarvoor geplaatst heeft. Ja, bij Van der Voort is natuurlijk het verhaal met de rugproblemen er geweest. Hij lijkt het nu redelijk onder controle te hebben en de resultaten die gaan weer omhoog. Nou, ik denk dat het voor het Nederlandse dartpubliek ontzettend leuk is om te zien dat hij weer op de weg terug is. Ja, en ik ben heel benieuwd wat hij in Dublin kan gaan doen op de Grand Prix. Ja, ik denk dat Van der Voort hier echt wel op gebrand is. Ik denk dat hij zijn voorbereiding zeker op deze komende meters gaat richten. Het WK ligt hem sowieso wel. Maar er zit voor hem natuurlijk een gat, mits hij de Grand Slam qualifier wel wint. Of zich plaatst, excuus. Tussen zijn laatste toernooi en het WK. Heeft de Players Championships Finals buiten beschouwing gelaten. En het WK. En het WK natuurlijk. Kijk, dit zijn twee belangrijke toernooien, denk ik, voor Vincent. Zeker Michael heeft al dan een keer uitgesproken dat hij graag Vincent in de Premier League zou willen zien. Ik denk dat hij qua kwaliteiten daar zeker thuis kan horen. Maar er zal het wel echt een stuk constanter moeten gaan worden voor Vincent. Want op deze manier, hij moet zich wel even gaan bewijzen op die meters. Hij weer even een kwartfinaletje, het liefst. We weten dat hij daar thuis hoort, maar hij doet het veel te kort. Ja, maar goed, dat heeft denk ik wel alles te maken met de problemen die hij gehad heeft. En ook wat dat denk ik mentaal met hem gedaan heeft. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk op het punt gestaan om ermee te stoppen. Dat geeft aan hoe dat op dat moment in zijn hoofd zat. Ja, ik hoop dat hij dat nu dan een beetje op een rijtje heeft. En dat hij weer er vol tegenaan kan gaan. En het zonnetje weer een beetje ziet schijnen. En de weg omhoog verder in kan slaan. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat hij het niet heel erg heeft op trage spelers. Dan noem ik bijvoorbeeld mensen Sujovic. Die heeft hij wel dan al een paar keer verslagen dit jaar.
ook een keer verloren uiteraard. Duurde wat lang, denk ik. Wat verwacht jij van de Voort? Zeker omdat je weet dat die major ervaring zat heeft. Hij weet precies hoe het moet. Hij analyseert op het podium. Raakt na een lange dag wel geïrriteerd. Is op dit één wedstrijd per dag. Dus dat zal hier weinig toepassing zijn, denk ik. Wat verwacht jij ervan? Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik hoop voor Vincent dat hij ook weer een beetje de op de weg terug is, laat ik zo zeggen. Want we weten allemaal, Vincent hoort gewoon een soort van top 32, misschien top 16 speler te zijn. En ja, ik denk als hij het zou moeten doen, dan zou hij het wel deze major goed moeten passeren. Ja, en in de laatste Nederland die overblijft, ben jij zelf. Wat verwacht je er zelf van? Ja, wat verwacht ik er zelf van? Kijk, ik speel de laatste tijd wel goed. En ik hoop dat het eigenlijk op de World Grand Prix hetzelfde is, laat ik zo zeggen. Ja, zijn er andere namen die we moeten gaan bespreken op de World Grand Prix? Nou ja, ik ben wel benieuwd. Laten we een kleine voorspelling doen. Wat is voor jou de finale en wie gaat er winnen? Begin jij maar, Mike. Dan kunnen wij nog heel even nadenken. Ik ga een wilde gok doen. Ik denk dat we Dave Chisnell in de finale zien staan. Dus één wedstrijd op een dag maakt een enorme goede indruk de laatste tijd. Nieuwe pijlen bevallen volgens mij erg goed. Staat erg makkelijk te gooien. Als hij mentaal zijn kopje erbij houdt, denk ik dat we Dave Chisnell wel eens in de finale kunnen gaan zien. Hoe ver gaat Jeffrey komen? Ik gok halve finales. Zet ik hoog in, denk ik. Maar ik denk dat het wel mogelijk is. Eén wedstrijd op een dag. Kan zich goed voorbereiden. Goed team achter zich. Veel ervaring in het team. Oké, okay, Jeffrey? Nou ja, als ik mezelf zeg, dan zeg ik natuurlijk mezelf in die finale. Maar ik denk dat ik dan, denk ik misschien wel tegen Espinol in de finale kom. Verrassend. Ja. Nieuwe generatie gaat verder doorbreken. Dat denk ik wel. En ik vind Espinol echt wel een goede speler. Ook mentaal vrij sterk. En hij doet het ook onwijs goed de laatste tijd. Dus ik denk dat Espinol ook wel zo ogen gaat gooien. En als je dan een winnaar moet aanwijzen? Ja, mezelf natuurlijk. Uiteraard. Ja, Erik, dan blijf jij over. Ja, dan kan ik niet achterblijven natuurlijk. Ik ga dan toch een beetje de lijn van 2019 so far een beetje doortrekken. Ik vind dat James Wade, Rob Cross, Gerben Price, die drie namen, Peter Wright misschien ook wel mij de meeste indruk hebben gemaakt. Ik ga voor de finale Price tegen Cross. En traditioneel dit jaar gaat Cross hem dan niet winnen. Dus dan gaan we Gerben Price met een nieuwe beker omhoog zien staan. Dus Price gaat het podium afbreken als hij wint. Nou, ik denk dat dat dan uiteindelijk wel meevalt. Ik bedoel, als die laatste uitbarsting is geweest op de Grand Slam, wordt hij toch ook wel weer wat rustiger. Ik heb zijn uitbarsting tegen Cross gezien afgelopen weekend. Of al op de vorige Eurotour. Was niet mals hoor. Nee, zo kennen we Prijs. Het hoort er inmiddels bij hem. We weten het allemaal. Je kan ervan vinden wat je wil. Daar ga ik verder nu niks over zeggen. Ik wil nog even zeggen dat ik Jeffrey kwartfinale, halve finale moet zeker mogelijk zijn. Meer is uiteraard ook mogelijk. Ik zie het graag. Ik zelf ook. Dan hebben we de World Grand Prix gehad. Er komen er eigenlijk nog een paar kleine toernooien achteraan voordat wij weer een volgende podcast hebben. De Champions League of Darts. Ik ben eigenlijk erg benieuwd naar de mening van Jeffrey over dat toernooi. Aangezien het in mijn ogen, je ziet de hele jaar de Premier League. Acht namen, plus Van Barneveld. World Series, bijna hetzelfde, plus Van Barneveld. En er komt nu weer zo'n toernooi. Weer dezelfde acht namen. Ditmaal dan wel zonder Van Barneveld, maar je hebt weer diezelfde acht namen. Klopt, ja. Ik vind het eigenlijk meer een aanvullend demo-toernooitje voor de kijker, laat ik zo zeggen. Ja, in mijn ogen, voor de kijker wordt het wat saai gemaakt, want je ziet alleen maar die acht namen. Ja, ik verbaas me daar ook wel eens over dat de PDC zo vast blijft houden aan zelfde formats, zelfde opzet, zelfde spelers. Ja, en dan nog maar weer een keer zo'n weekend in die toch al hele volle kalender te proppen met weer dezelfde spelers. Ja, persoonlijk zie ik graag altijd toch weer wat nieuwe namen, wat frissere namen. Maar de kijkcijfers, die zullen het wel bepalen, denk ik. En dan doen ze het kennelijk toch goed. Goed, toch kort voorbeschouwen. Pool A van Gerwe, Smit, Anderson en Wade. Ik zie, je ziet alleen maar mooie potjes. Maar ja, het is een demo-toernooi, dus hoe staan ze mentaal het kopie? Hoe ligt dat erbij? We hebben van Gerwe in Vegas... Wow, dat ging allemaal wel. Die hielp Smit eigenlijk aan de finale in die wedstrijd. Hij heeft wel gezegd dat hij deze wil winnen. Maar ja, dat zei hij van de matchplay ook. Ja, ik denk dat als je ergens aan de start verschijnt, dat je hem altijd wil winnen.
Maar er zit een verschil tussen zeggen dat je hem wil winnen en gewoon echt tot in je vezels ervan overtuigd zijn dat je hem wil winnen. Ja, ik weet niet in hoeverre dat dan in zo'n toernooi ook het onderste uit de kan bij je naar boven haalt. Maar ik denk dat dat eigenlijk voor alle acht namen wel geldt. Het is uiteraard wel een goede krachtmeting, zo in de belangrijkste periode van het jaar. En je staat toch een keer allemaal tegen elkaar. Uiteindelijk wil je als dartspeler toch niet van elkaar verliezen. En je wil liever dat iemand jou in je kopje hebt zitten dan andersom. Dus je wil toch winnen. Dus ja, vanuit dat oogpunt kan het toch wel weer een interessant toernooi worden. Dan wil ik van allemaal weer twee namen hebben. Pool A, wie gaan er door naar de halve finale? En wie zie je dan uiteindelijk van die twee in de finale staan? Dan ga ik in Pool A toch voor Van Gerwe en James Wade. Ik ga voor Van Gerwe en Gary Anderson. Ik ga voor Michael Smith en Gary Anderson. Wel interessant, wat verwachten jullie van Gary Anderson? Daar hebben we nog niet heel veel van gezien dit jaar. Gaat dat goed komen dan? Nee, dat denk ik wel. Kijk, Gary is altijd wel een speler geweest dat ook wel na een mindere periode altijd best wel op televisie dan, laat ik zo zeggen, best wel ver komt. Pool B, Rob Cross, Daryl Gurney, Peter Wright en Gavin Price. Iets minder spannende pool. Met alle respect, wat zijn je namen? In tegenstelling tot, je hebt alleen dan Price, die dan lekker doorspeelt. Die anderen duren allemaal wat langer. Zijn iets minder interessante potjes. Terwijl je in pool A eigenlijk alleen James Wade hebt, die niet lekker doorgooit. Ik denk dat dit ook een lastige pool is. Ik denk dat die andere wat makkelijker is, vanwege de speelstijlen. Ook deze pool, twee namen. Nou, ook het bij Cross en Price. Cross en Price. Ik ga voor Peter Wright en Price. Ik ga ook voor Peter Wright en Price. En wie zien we dan eigenlijk in de finale? Dan gaat ik zeggen dat Van Gerwe weer de finale niet gaat halen. Dus dan ligt eraan een beetje hoe die loting gaat zijn. Ik hou het op Wade tegen Cross. En Wade gaat hem winnen. Ik zeg Van Gerwe en... hoe zou die dan moeten? Cross, Gurney, Wright of Price. Wright of Price. Dan zeg ik Van Gerwe tegen Price. Ik zeg Michael Smith tegen Gavin Price. En ik denk dat het een heel spectaculaire finale dan gaat worden. Ja, dat twee mannen met karakter. Ik denk dat dat een hele mooie finale is. Verder worden ook nog andere toernooien gespeeld. Bij de BDO worden er ook weer wordt er ook weer een weekend gegooid. Er worden ook twee Lakeside qualifiers gespeeld. Ik heb ergens gelezen dat Justin van der Gouw daarheen gaat. Dat zal me niet verbazen. WDF World Cup komt eraan. Volgende podcast daar meer over. Hetzelfde geldt voor het JDC Jeugd WK, waar we wel kunnen mededelen dat de Nederlandse teams het gisteren ongelooflijk goed hebben gedaan. Nederland A tegen Nederland B in de finale, waar Nederland A met Julian van der Velde wel over de streep trok. Ja, ik denk dat wij dan aan het eind zijn gekomen van eigenlijk het tweede deel van de podcast, de voorbeschouwing. Wil ik Erik weer bedanken als sidekick. Jij bedankt. Wil ik Jeffrey bedanken voor het meewerken aan deze podcast. En dan wil ik hem heel veel succes wensen het komende jaar nog, en zeker op de World Grand Prix. Dan zien wij elkaar bij de volgende podcast weer. Oké. Okay.